Het woord te delen en ik heb een bijzondere titel: Modder op de ogen en daarna een moddergevecht. Nou, apart hè? Johannes 9, vers 1. Ik lees even één zinnetje, maar ik lees straks meer. Daar staat in Johannes, het Evangelie van Johannes, vers 1: En voorbijgaande zag hij, Jezus, een man die sedert zijn geboorte blind was. Nou, een blind geboren. Dus van de vroege ochtend, middag, avond, nacht, stikdonker. Moet u je voorstellen. U kunt het eigenlijk niet voorstellen, omdat we altijd kijken. Tenminste, overdag, et cetera. Maar dat je blind bent. Dat je even onnatuurlijk je ogen dicht zou doen. Nou, ik doe het even op een bepaalde manier. Ik doe even mijn ogen, zodat ik niks kan zien. En dat is namelijk dit. U moet je voorstellen, ik ben even heel stil. En ik hoop dat u ook even heel stil bent om onnatuurlijk uw ogen dicht te doen. Op een onnatuurlijke wijze. U moet je voorstellen, in een huiskamer nooit meer dat u kleuren ziet. Dat u de bloemen in uw huiskamer ziet, of de planten. Dat u als u buiten bent nooit meer de natuur zult zien. Geen vlinders, geen bloemen. Dat u niet meer ziet de bergen, bij wijze van spreken als u in Tirol zou wandelen, dat u die nooit meer ziet. U moet u voorstellen dat u nooit geen mensen meer ziet, mensen om u heen. Dat u nooit meer uw eigen familie ziet. Dat u nooit meer uw eigen vader en moeder zult zien, uw eigen ouders zult zien. Moet u voorstellen dat u nooit een kaars zal aansteken, want het heeft geen zin. Want het is altijd duister en duisternis, duister en duisternis, duister en duisternis om u heen, pikdonker, stikdonker. Dat is de ervaring van een blind geborene. Hij doet me denken aan 15 jaar geleden ongeveer. Het was op een dinsdag. Ik ben voluit en volop zakenman. Dat ik reed in het noorden en ik zou 's middags iemand bezoeken, om 3:30. En het was ontzettend drukke dag die dag, niet alleen zakelijk, dat was, ging gewoon door, maar druk met het werk van de Heer. Met voorbereiden, ik had vermoedelijk een Bijbel en boeken in de auto, met dingen regelen vanuit voor de gemeente. Ik voelde me die hele dag, die dinsdag, dat kan ik me nog herinneren, dat ik dacht dat heeft niks meer te maken met zaken doen. Maar ik lijk wel een voorganger van een hele grote gemeente. Dat dacht ik die hele dag geregeld aan. Heel apart. Ik had een afspraak met een vrouw die ik ongeveer 4 keer bezocht heb in 40 jaar. Onder 10 jaar, 1 keer. En die is vanaf haar ongeveer 35ste jaar helemaal blind. Ze ziet totaal niets. Ze heet zuster Venlet en ze woonde toen de tijd in Dwingelo. Ze was vriendin van mijn moeder toen ze jong was. En ze had toen misschien een paar kinderen. Maar in ieder geval, toen heb ik haar bezocht om 3:30, 4 uur, diezelfde drukke dag. En deze vrouw heeft mij als blinde vrouw onvoorstelbaar bemoedigd die middag. Haar dochter Marijke deed open. En zoals dat gaat in een gesprek, zij is het meestal eerst even thee drinken, contact leggen en iets vertellen. En zij zag er heel altijd netjes uit. Ze heeft een stem als een klaroen en mooi wit haar. En ze zei tegen me: Hans, toen jij zo'n jongen van 7 jaar was, toen ging je een keer naar je moeder toe in de huiskamer. Mijn moeder is wederom geboren. Deze mevrouw Venlet is ook wederom geboren, want zij is blind geworden 2 jaar daarna doordat er een hersentumor was. En daarna is zij stekenblind geworden. 40, 50 jaar lang. En ze zei toen, ze zegt: Hans, toen ik nog zien kon, toen stond ik met je moeder in de huiskamer. En toen kwam je als jongen van 7 jaar naar je moeder toe lopen, waar ik naast stond. En je zei: Moeder, wilt u voor mij bidden dat ik later een dienstknecht van God word? Ik heb het nog nooit gehoord van mijn moeder, niet van niemand meer. Maar toen die middag, 15 jaar geleden, terwijl ik zelf die dag dacht, joh, ik kon wel voorganger zijn van een grote gemeente, gaf die vrouw, mevrouw Venlet, mij te kennen wat zich toen heeft afgespeeld. Voorbeden. Zo kan het gaan. Maar blind zijn is zeer tegenstrijdig aan de natuur. Het is heel onnatuurlijk.
Ik ga even lezen Johannes 9, vers 1 tot en met 8. En er staat, en voorbijgaande zag hij een man die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden, Rabbi, wie heeft gezondigd? Deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken van God moesten in hem openbaar worden. Wij moeten werken, de werken van degene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld, zegt Jezus. Na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel. En hij legde hem het slijk op de ogen en zei tot hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Het geldt voor ons allemaal. Ik kijk te veel en ik zie te weinig. Dat klopt, hè? We kijken heel graag op onze mobiel, maar we zien soms niet de nood om ons heen. Dat is gewoon ons mens eigen. Maar hier staat van Jezus en voorbijgaande, gewoon hij was bezig, zag hij een man. Dus hij zag een man die blind geboren was, een geliefd kind van God, wat volop meetelt voor hem. Wij mensen, als wij zo iemand zien, en geregeld als we hem zien, dan denken we, zo dus ook wat zeg, we mompelen misschien wat tegen een ander, of we denken, hè, wat zielig. Hè, of we denken bij onszelf, je zult er maar mee zitten. En vooral als je dan beroepsbedelaar bent, dan denk je, wat een beroep. Of, denk maar aan iemand bij Albert Heijn die om geld vraagt, dan ben je geneigd nog wel eens, niet altijd, maar soms weg te kijken. He, dat kan. Maar in de aanwezigheid, moet je opletten wat ik zeg, in de aanwezigheid van deze man met die beperking, met die handicap, wordt over zijn hoofd heen gepraat over hem. Als een soort geval. Super ongevoelig door de discipelen. Ze hebben het over schuld en zonde. Je merkt bij de discipelen geen medelijden, maar ze hebben al een oordeel over die man. En misschien wel over die ouders. En die hele discussie die ze voeren in vers 2 en 3 is onpersoonlijk. En die blinde, die hoort heel goed wat ze zeggen. Heel goed. Maar Jezus spreekt niet over die man, maar hij spreekt tot die man. Dat is nogal een verschil. Hij gaat op een gegeven moment, ik persoonlijk denk, dat hij gewoon de hand op zijn schouder heeft gelegd, toen hij de discussie van die discipelen hoorde en hij zei, nog deze man heeft gezondigd. Maar de werken van God moet in deze man openbaar worden. Want zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Nou, ik denk dat het voor die man gewoon muziek in zijn oren was. Nou, ik denk dat het gewoon het beste nieuwsbericht was wat hij op dat moment hoorde. Maar daarna doet Jezus iets aparts, iets vreemds. Hè? Nadat Jezus dat gezegd heeft, dan gebeurt er iets. Jezus, onze dokter, onze oogarts, doet een vreemde zalving. Een hele vreemde zalving. Hij maakt slijk natte klei. En dat hij doet dat op de, ja, je zou zeggen, waar zijn beperking zit, waar zijn handicap zit. Hij doet het op zijn ogen. Daardoor wordt de kwaal nog erger. Of misschien zichtbaarder voor de mensen. Nu is hij min of meer dubbel blind. Nou, je zou denken, waarom doet Jezus dat? Ik denk dat het geestelijk is. Het is een beeld van de totale mensheid. Dat modder op die ogen. Vuiligheid van de zonde die ons blind maakt. Hij wil dat daardoor uitbeelden. Wij zijn allemaal blind geboren. Want we zijn uit stof
en we zullen ook weer wederkeren tot stof. We zijn allemaal blind geboren en Jezus gaat deze waarheid illustreren door dat te doen. Modder is het beeld van de aarde. Indien we wijs zijn in eigen ogen, zijn we zo blind als een mol. Modder op de ogen, de blindheid van de wereld. En de duivel komt soms nog met extra, met duivelse pek op je ogen. En dat kan. Want er staat in 2 Korinthe 4 dat de Satan heeft de mensheid soms met blindheid geslagen. Nou, ik lees hier iets uit Efeze 4 vers 17. Leef niet langer als mensen die Gods wil niet kennen. Want die zijn verblind en verward. In hun hart is het helemaal donker en hun verstand is verduisterd. Zij staan ver van het leven van God omdat ze niets van hem willen weten. Er is onwetendheid en verharding van hun hart. Er is niemand die van nature naar God vraagt of hem zoekt of hem dient. Dus ik denk dat dat een illustratie is. Maar nou zie je dat Gods zoon is gekomen, dat vind ik altijd zo mooi. Hij heeft een reuzenstap gedaan, Jezus. Als er één lange benen heeft, is het Jezus wel. Een reuzenstap gedaan. En hij verbindt zich met die aarde. Met zijn hemelse speeksel komt hij naar deze man toe om nog meer te doen. Om nog meer wonderen te verrichten. De gelovige Joden zeiden van Jezus, van Jezus de genezer, deze mens Jezus komt niet van God. Nou, we zullen het zien. Wat gebeurt dan? We zullen zien, er komt een totale hemelse wasmachine over die man heen. En dat is geweldig. We gaan lezen in Johannes 9 vers 39. Daar zegt Jezus iets heel opmerkelijks. Daar staat op dat wie niet zien, zien mogen. En wie zien, wie vanuit zichzelf zeggen, nou, ik geloof het wel, ik zie en ik heb niet een ander nodig, die zal blind worden. Dus op wie niet zien, zien mogen en wie zien, blind worden. Nou, de blind geborene moet wel op pad. Hij moet wel door de knieën. Dat is belangrijk. Om de modder van zijn ogen af te wissen. Dat is belangrijk. Dus het bevel van Jezus is erg eenvoudig. Ga heen en was je. Jezus zegt, geloof het evangelie. Het is niet moeilijk. We moeten gewoon alleen bereid zijn om onze knieën te buigen en dat die modder af te wassen. Heel persoonlijk jezelf gaan wassen. Niet zeggen, ik doe dat morgen. Of niet zeggen, ik doe dat straks. Of je moet niet uitstellen. Want Siloam, hij moest naar Siloam. Dat betekent uitgezonden. Maar Siloam komt niet naar jou toe. Jij moet naar Siloam toe. Jij moet naar Siloam toe. Je moet bereid zijn om daarheen te gaan. En God zegt heden. Maar de duivel zegt morgen. Je moet vandaag naar Siloam toe. En als het donker is, en denk eens even aan een auto die schijnt in het donker met zijn lichten, dan volgt de auto dat licht. Nou, wij moeten in feite ook net zoals bij Jezus, zend uw licht en uw waarheid en dan ga je dat licht volgen. Want Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld, dat is genadig licht. Alleen maar dat je meekijkt met dat licht, net zoals met die auto, dan volg je dat licht. Dat is belangrijk. Zoals de koplampen. Maar ga je voor een auto staan in het donker waar de koplampen van schijnen, wat gebeurt er? Verblind je. Je moet met dat licht meekijken en niet tegen het licht in. Maar als je dat doet, wordt het erger, want dat deden de Joden. Want de gelovige Joden zeiden, deze mens, Jezus, komt niet van God. Dan wordt het gevaarlijk. Modder op je ogen en daarna een moddergevecht. Nou, deze man, die raakt doordat hij in Siloam is geweest, totaal ziende. Dat is natuurlijk een wonder, want hij was blind geboren. En dan gaan we niet lezen Johannes 9, vers 13 tot en met 34. Het klinkt vreemd, ik ben al 45 jaar christen, maar ik vind het beroerd om te lezen.
Ik heb er geen eens zin in om dat stuk te lezen. Ik moet u zelf eens gaan lezen. Johannes 9, vers 13 tot en met 34. Ik heb er een afkeer van. Ik vind het onverkwikkelijk. Waarom? Want het is gekonkel van mensen. De omstanders, de bekenden, je krijgt alleen maar in al die versen die je daar leest een verhitte discussie over wat er met hem gebeurd is. Dat is toch bijzonder. Het moddergevecht begint al bij de buren. Het begint al bij bekenden, bij omstanders. En ze zeggen, hij lijkt wel op die bedelaar. Toen hij dus gezond was. Hè? Hij lijkt dan wel op die bedelaar. Ja, vermoedelijk hebben ze nooit echt volle aandacht besteed aan hem. Hè? Want nu had hij wel natuurlijk een ander uiterlijk. En ze proberen Jezus zwart te maken. Hè? Want ze zeggen tegen hem, waar is Jezus dan? Zeggen ze. Want ze zien hem op dat moment niet. Hij is dus wel genezen en daarna is Jezus verdwenen. Nou, wij zitten soms ook met hetzelfde probleem in deze tijd. Dat we zeggen, waar is hij? Hè? In deze moeilijke tijd. Maar ze zitten in de houtgreep van hokjesdenken en een hokjesgeest. Ze vertrouwden het niet. En wat gaan ze? Ze gaan naar de Joodse geleerden en de Joodse kerkleiders. En ze weten ergens, deze zijn ronduit vijandig ten opzichte van Jezus. Nou, een moddergevecht, dat gebeurt het na die tijd. Maar een moddergevecht is soms van één kant. Het is een discussie waarop op de man gespeeld gaat worden. Echt waar, ga maar eens opletten. Want die Joodse leiders zeggen, ben je wel eigenlijk blind geweest? Je kunt dat allemaal lezen in hetgeen wat ik niet graag wil lezen. Ben je wel blind geweest? Of heb je ons belazerd? Was het wel echt zo dat je blind was? Ze gingen daarover bakkeleien. Die Jezus die komt niet van God. Dat moet je goed weten, zeiden ze tegen die genezen blinden. Die ziende blinden. En dat hij op Sabbat met modder gaat strijken op je ogen is al helemaal niet van God en uit God. Helemaal niet. Dus dat kan nooit iets van God zijn. Daarna zeggen ze, die Jezus is een zondig mens, een blinde leidsman. Dat zeggen ze. Daarnaast hebben ze ook gezegd in Marcus 2, het is toch wat. Jezus, die rabbi, die gaat met zondaren eten en drinken. Nou, dan klopt er iets gewoon niet. Ze zaaien verdeeldheid en ze strooien zand in de ogen van de mensen. En ze strooien opnieuw zand in de ogen van die blinden. Tenminste, ze proberen het. Ze proberen het wonder totaal te ontkrachten. Totaal. En dat is erg. Ongeloof door middel van ongeloof. En die blindgeborene, nou, je kunt me voorstellen, die denkt, hoe is het mogelijk? Ik ben genezen. Hij maakt zich nergens druk om. Alleen al die mensen om hem heen en bovenal de Joodse leiders wel. Wat jij zegt, zeggen ze tegen die blindgeborene, geloven wij niet. We halen je ouders er wel even bij. Nou, die ouders worden erbij gehaald, maar die zijn doodsbang. En die worden geïntimideerd door de Joden. En ze zeggen nogmaals tegen deze blinde, het is onmogelijk dat jij blind was. En nu kan zien. Nou, hij was zo overtuigd en hij was natuurlijk ook blij en hij was niet bang, dat hij nog een duidelijkere uitleg geeft, die ziende blinden, wat er is gebeurd. En de gelovige Joden behandelen hem met steekvliegen en wespen. Dat is erg. Dus die Joden, die Joden hadden een bijzondere belangstelling voor hem en ze vragen het hemd van zijn lijf. En dan zegt hij op een gegeven moment, leest hij het maar zelf in vers 27 van Johannes 9, willen jullie soms ook discipelen van hem worden? Nou, dan kun je wel nagaan wat je dan krijgt. Toen werden ze woedend. Ze gingen die man uitschelden. Ze zeiden bij wijze van spreken tegen die ziende blinde, hé, nietig mannetje, wil je ons de les leren? Ga weg. Ze werden woedend. Dus je kreeg geneuzel, gezeur, gezanik, geleuter, gezever. En wat wordt deze ziende blinde, wat wordt hij? Hij wordt uit de synagoge, om het zo uit te drukken, uit de kerk geworpen. Dus een strafmaatregel. Hij mag niet meer komen in de synagoge.
Wat heeft hij verkeerd gedaan? Hij is alleen maar ziende geworden en hij is blij. Dat is toch, je houdt het toch niet voor mogelijk. Maar de ziende blinde is gewoon heel blij, kan ik wel zeggen. Want er staat in vers 25, en dat is echt zo komisch, hij zegt, weet je wat hij zegt? Eén ding weet ik, één ding. Dat ik die blind was, nu kan zien. Amen. Dat zegt hij. Hij is overtuigd en dat is natuurlijk een geweldig wonder wat de Heer doet. En u kunt al die versen van dat morgengevecht lezen in vers 13 tot en met 34. En het doet mij denken wat er met deze man gebeurt, dat hij uitgeworpen wordt en dat ze het niet zien en dat ze dat wonder niet geloven en dat ze Jezus verwerpen en noem maar op. Dat doet mij denken, misschien dat u, degene die er wat op leeftijd is, dat toch kent, maar in 1958 was daar op het Malieveld een evangelist Osborne. Die had vele dagen grote genezingscampagnes in Den Haag met 40.000 mensen per dag. Mijn schoonvader, Karel Forsterman van Ooyen, ging er op de Brommer naartoe, heb ik begrepen. En daar kwam de hemel naar beneden. Amen. Per samenkomst uit heel Nederland kwamen daar mensen. En Jezus strekte zijn hand uit naar de menigte. Daar gebeurden grote wonderen, blinden, doven, verlamden en allerlei kwalen werden mensen genezen. Ik heb gezien, stokken en krukken werden op het podium gegooid. Johan Maasbach was de vertaler van de evangelist T.L. Osborne. Ik hoop, ik nodig u uit om op internet te gaan zoeken onder de film Holland Wonder, 1958, in zwart-wit. En u zult zien wat ik hier ga zeggen, of wat ik hier gezegd heb. Grote wonderen van genezing doordat de hemel naar beneden kwam. Maar wie had de kritiek? De kerkelijke richting. Want er kwamen mensen uit de gereformeerde kerk, de hervormden en zelfs katholieken. En ze zeiden, sorry, maar dit is wondergeloof. Ze waarschuwden de mensen ervoor. Ze zeiden, het is het werk van de boze geesten. En het is antichristelijke tekenen wat we hier zien. En er werden echt, en overdrijf ik niet, er werden hele kerkenraadsvergaderingen belegd. Omdat mevrouw Gerritsen was genezen. Meneer Jansen was genezen. En mevrouw Erbeen, die heeft een wonder meegemaakt. En er werd een half uur, een uur over gesproken. Want dit was volgens hun niet uit God. En natuurlijk niet elke kerkenraad, maar het gebeurde geregeld. Echt waar. En dat kwam omdat men een streeptheologie heeft. Men zegt aan het eind van Handelingen gebeuren de wonderen niet meer. Dus toen was het afgelopen 2000 jaar geleden en God doet niet meer op zo'n wijze bijzondere wonderen en genezingen. En ze zeiden tegen de mensen die geweest waren, je was op een verkeerd adres, je was op een verkeerde plaats. Nou, ik heb zelf die film Holland Wonderen gezien een half uur lang en je zegt alleen maar gaaf. He, maar de mensen zeggen, waarom laat God dat zoiets toe? Maar hij wil je soms, laat God het toe? Waarom laat God soms het toe dat er strijd is met jouw kerk? Waarom? Om je vrij te maken van alle godsdienstige vormen. Dat kan. Dat kan. He, waar zelfs de godsdienstige mensen, de christelijke mensen, soms de dingen niet zien. Laat God alle dingen medewerken om je vrij te maken van al die dingen waar je zo aan gewend bent, maar waarin blijkt dat mensen je tegen gaan werken. Net zoals bij die ziende blinden. Toen Jezus het hoorde dat hij uitgeworpen was uit de synagoge, uit de kerk. Toen heb ik, ik denk dat Jezus ook dacht, dit gaan ze later ook met mij doen. Jezus werd verworpen. Jezus werd uitgespuugd. Ze schreeuwden op een gegeven moment weg met hem. Weg met hem. Jezus had in alles het grootste gelijk. Hij kwam om van de waarheid te getuigen, maar we weten wat er met die waarheid is gebeurd en met hemzelf. Maar toen Jezus hoorde dat deze man uitgeworpen was, zocht Jezus hem op. De Alfa en de Omega. Waar Jezus mee begint, gaat hij ook mee eindigen. Om hem tot de volle
openbaring te brengen van wie hij is. Want het wezenlijke, het kernachtige waar het om gaat, werd bij deze man nog gemist. Hij was wel ziende geworden met zijn natuurlijke ogen, maar nog niet met zijn geestelijke ogen. De pijl is onderweg, maar het doel moet bereikt worden. Het doel moet nog bereikt worden. De hyacinthe bloembol is zichtbaar, het groene puntje, maar moet nog komen tot volle bloei. Zijn ogen moeten nog geopend worden voor de volle waarheid. De ziende blinde moet zijn genezer nog met zijn natuurlijke ogen ook nog gaan zien, want hij had Jezus nog nooit gezien. Jezus is voor hem op aarde gekomen, maar hij is er nog blind voor die ziende blinde. Dus zijn oogleden zijn wel geopend en de modder is wel weg. Maar gelukkig, prijs God, wij zoals we hier zitten, wij hebben een openbaringsgeloof. God openbaart zich door de Heilige Geest en opent onze ogen door de wederomgeboorte. En dat is een proces. Hij heeft gehoord, deze ziende blinde heeft gehoord toen hij nog blind was, dat men zei Rabbi, Jezus. Dat Jezus zelf zei, ik ben het licht van de wereld. Hij heeft anderen gehoord, die zeiden de mens die Jezus genoemd wordt. Hij heette Jezus. En tegen de Farizeeën proefde hij al, toen hij eigenlijk in dat moddergevecht zat, zegt hij, volgens mij is deze Jezus een profeet. Hij is van God gekomen. Zie maar, mijn wonder, want ik ben genezen. Nu volgt de grote openbaring van God voor deze ziende blinde. Tenminste, natuurlijke blinde. Zijn ogen moeten nog geopend worden voor de volle waarheid. En dan staat er in vers 35, als Jezus hem ontmoet, want Jezus zoekt hem op. Gelooft u in de Zoon Gods? Mooi, hè? Zo eenvoudig, zo raak, zo precies. En dan zegt die ziende blinde, wie is hij, Heere, dat ik in hem geloven mag? Wie is hij? Nou, de Heilige Geest is al aan het werk in hem. Want uit de opmerking van die ziende blinde spreekt een sterk verlangen uit. Hij wil echt het weten. Hij heeft een soort honger en dorst in hem en er spreekt een warm gevoel uit. Want Jezus heeft gezegd, wie bidt, die zal ontvangen. En dan krijg je het. Dan zegt Jezus, moet je voorstellen, hij staat gewoon, die ziende blinde staat tegenover Jezus. En dan zegt Jezus, als de Zoon des mensen, die met u spreekt, die is het. Mooi, hè? En als je dat gaat inzien, dan krijg je drie feesten in je leven. Verwondering, verbazing, verrassing. Hij raakt deze man, die ziende blinde raakt, ontroerd en bewogen. Het feest begint wanneer je buigt. Deze man staat in de Bijbel dat hij, sorry dat ik het zo uitdruk, hij knalt naar de aarde. Er staat, ik geloof Heere. En hij wierp zich voor hem neer. Het feest begint. De wijzen uit het oosten zijn hebben geknield. Maria van Magdala, de gevangenisbewaarder, die heeft geknield. Hoe kan ik behouden worden? He? Paulus zegt zelf, ik buig mijn knieën voor de Vader in de hemel. Openbaring 4 staat, u bent waardig. Als je je buigt voor Jezus, dan krijg je de garantie van zijn nabijheid. Ik stond even stil bij Psalm 139, vers 7 en 8. Daar staat, ga ik naar de hemel en stijg ik op, u bent daar. Ging ik wonen aan het uiterste van de aarde, van de zee, ook daar zou uw hand mij geleiden. Daalde ik neer in het dodenrijk, dus een dood lichaam, u bent er. Zelfs in de nacht is uw licht om me heen. De blind geborene, zijn ogen zijn geopend, zijn geestelijke ogen zijn geopend. En hij zegt min of meer, ik was dubbel blind, maar nu kan ik dubbel zien. Ik was dubbel blind, maar nu kan ik dubbel zien. Amen. Dat is prijs de Heer, echt waar. Conclusie,
Wat leer ik, Hans Achteres, uit dit verhaal? Wat ik hiervan leer is dit. Jezus heeft oog voor iemand met een beperking. Jezus heeft oog voor de enkeling. In het voorbijgaan zag hij die man, die vrouw, dat jongen, dat meisje. Dat is geweldig. We noemen hem blind geboren. Vind ik ook zo mooi. Wij vinden onszelf zo belangrijk. Maar de Heer zegt, ik hou die man, die naam van die man, anoniem. Ik maak hem niet bekend. Hij heeft in de Bijbel geen naam. Wij zijn allemaal van nature ambitieus. Maar dat is een gevaar. In de gemeente van Jezus vind je gelukkig heel weinig wijze mannen. In de gemeente van Jezus Christus vind je gelukkig heel weinig hooggeplaatste. Wel veel anonieme mensen. In de gemeente van Jezus Christus vind je gelukkig weinig zeer, zeer goed opgeleide mensen. In de gemeente van Jezus vind je gelukkig weinig invloedrijke mensen, mannen en vrouwen. Weinig mensen van naam. Waarom? Waarom? Anders gaan we tegen hun opkijken. Weinig zeer sterke persoonlijkheden. Want wat is het gevaar van wat ik net noem? Dan verwachten we het niet meer van de genade. Dat is het over het algemeen. Maar de Heer zegt, hij is gekomen om het verlorene te zoeken. He, zoals die man in die tempel die achteraan stond, die geen eens durfde iets te zeggen, hij durfde geen eens naar voren te gaan. Hij voelde zich door en door zondig. En ik kon alleen maar zeggen met gebogen hoofd en noem maar op, Heer, wees mijn zondaar genadig. Ik vind het zo mooi. Je mag met je modderschoenen op Gods rode loper lopen naar hem toe. Nog een keer. Je mag met je modderschoenen over de rode loper lopen naar God toe. Want dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Dat is Jezus ten voeten uit. Dan ontvang je genade. En dan word je, als je door hem aangeraakt wordt en dubbelziende wordt, dan word je niet een lampstraal, maar een straallamp. Let op. Je wordt een straallamp. Mooi. Ja. Amen. 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 Oké. Ja? Ja. Nou, ik heb eenvoudig de gedachte van, als je denkt van, nou, ik wil een gebed, dan spreek ik even kort gebed of een woord voor je uit. Hoeft niet, voel je vrij.